Goedemorgen, Supertruc. Wat was dat? Waarom zijn er 3 tijgers in de stad? Snel, Supertruc, voordat de brug open gaat. Kijk, de tijgers hebben zich opgesplitst. Je kan maar beter transformeren en Gary helpen. Natuurlijk, als een helikopter kun je over het kanaal vliegen. Dat is waar Gary voor de tijgers vluchtte. Kijk, daar zijn ze. Maak je geen zorgen, Gary. Supertruc komt eraan. Supertruc komt je redden. Ik denk dat je de tijger hebt laten schrikken. Oh nee, de tijger viel in het kanaal. Je moet hem helpen. Oh nee, de tijger gaat verdrinken. Perfect, laten we hem vlug uit het kanaal halen. Je kunt de tijger maar beter naar het bos brengen, waar hij veilig is. Nou, het ziet er naar uit dat de tijger veilig is. Maar er zijn er nog 2 zoek. Laten we kijken of je de andere tijgers ook kunt vinden. Kijk daar! Hij is ook bang voor jou. Supertruc, help hem! Oh nee, hij viel. Goed werk, Supertruc. Het is je gelukt. Laat hem naar zijn vriend in het bos brengen. Er is nog 1 tijger over. Kijk daar, Supertruc, de laatste tijger. Alle tijgers zijn bang voor je, Supertruc. Hij is in de tunnel. En hij wil er niet uitkomen. Je moet hem naar buiten zien te krijgen. Maar hoe? Volgens mij heb je een idee, Supertruc. Wat ga je daarmee doen? Ik begrijp het nog niet helemaal. Oké, nu snap ik het. De tijger gaat achter het stipje van de laser aan. Wat een goed idee. Perfect, het is je gelukt. Je bent zo slim, Supertruc. En nu is het tijd om de tijger naar het bos te brengen. Goed werk, Supertruc. Ze zijn allemaal weer samen. Tot ziens, tijgers. Hoi Karin, hoi Walter. Hoe gaat het op pannenkoekendag? Is dat de nieuwe pannenkoekenmachine? Ik kan niet wachten. Oh jee, moet de machine wel zo snel werken? Walter, wat is er? Je kan de productie bijna niet bijhouden. Karin, de machine moet langzamer gaan. Walter kan de druk niet aan. Oh nee, we moeten iets doen. Laten we Supertruc roepen. Hoi Carl, mooie wheelie. Sorry dat ik stoor, maar er is een spuutgeval bij Karins bakkerij. Je moet er zo snel mogelijk heen.
moeten we doen? Walter houdt er niet meer bij. Machine. Hoe kan Supertruck daarmee deze situatie oplossen? Goed gedaan, Supertruck. Ben je in orde, Walter? Mooi. Oh, kijk uit, Supertruck. Oh, je moet die machine meteen stoppen, Supertruck. Supertruck. De machine is overgehit. Natuurlijk, de ST-3000. Straal. Goed bedacht, Supertruck. Je kunt het, Supertruck. Ja, het werkt. De machine is niet alleen gestopt, hij is ook bevroren. Goed gedaan, Supertruck. Supertruck heeft de dag gered. Heel erg bedankt, Supertruck. Zo te zien houdt iedereen van pannenkoekendag. Oh nee, niet weer. Goed gevangen, Supertruck. Smaken de pannenkoeken goed? Doeg allemaal. Fijne pannenkoekendag. Hoi Jerry, wil je een snelheidsrecord breken? Hoi Edna, jij bent heel hard aan het graven. Is het voor een speciale gelegenheid? Aha, ga maar gauw weer aan de slag. Oh-oh, er gaat iets niet helemaal goed. Edna graaft door het plafond van de tunnel heen. Jerry, je moet stoppen. Edna, stop met graven. De tunnel stort zo in en Jerry zit erin. Oh nee. Carl, Jerry heeft problemen. Supertruck.
De tunnel is geblokkeerd. Jawel. Waarin ga je transformeren om Jerry te redden, Supertruc? Jerry, Supertruc is er om je te redden. Hoor je iets? De stenen hebben de pijpen kapot gemaakt. Supertruc, je moet snel handelen. Snel, Supertruc. Ga door. Wat gebeurt daar? Wat heb ik? Voorzichtig. Oh, ga nu weer, en dat toch. Oh nee, er komt water onze kant op. Oh. Je moet je speciale gereedschap gebruiken. De ST-3000. Een laser? Ongelofelijk! Goed gedaan, Supertruc. Je hebt het water bevroren. Nou, ga maar lekker schaatsen, jongens. Tot de volgende keer. Wauw, Jerry, ben jij dat? Je ziet er prachtig uit voor de parade voor het Chinees nieuwjaar. Ben jij de eerste auto? Voorzichtig, Jerry. Je wil geen ongelukken veroorzaken. De parade gaat zo beginnen. Neem je plaats in, Jerry. Veel plezier. Ga niet te snel, want de rest kan je niet bijhouden, Jerry. Wat is het, Jerry? Heb je motorproblemen? Voorzichtig, Billy. Jerry heeft motorproblemen. Oh nee, we moeten Supertruc roepen. Help, Carl. We hebben je hulp nodig. Jerry is de eerste auto in de parade, maar hij heeft een ongeluk gehad. De hele parade staat nu stil. Kan jij helpen? Perfect. Laten we gaan. Niet zo chagrijnig, Billy. Supertruc is er om te helpen. Je moet geduldig zijn. Maar nu weer, Renato. Kappa. Oh jee, ze worden ongeduldig. Moet je ze horen toeteren. Waarin ga je transformeren, Supertruc? Balinda, na, Elioto.
jouw supertruc. Je bent een transportwagen. Ga je Jerry verwijderen voor de parade supertruc? Cool. Jerry staat op de laadklep. Nu is hij net zo groot als een echte draak. Laat de parade maar weer rijden. Oh-oh, wat is er nu, Jerry? Zie je iets verderop in de straat? Wat is het, supertruc? Een omgevallen lantaarnpaal? Oh nee, dat is niet goed. Kijk uit! Dat scheelde weinig. Hoe ga je dit oplossen, supertruc? Kijk achter je. Ze halen je bijna in. Dit kan heel gevaarlijk worden. Goed idee. Probeer hem weg te duwen. Hij is best wel zwaar en je kan hem niet met je voorbumper wegduwen. Wat moeten we doen? Alle auto's zullen niet op tijd kunnen stoppen. Denk, supertruc. Natuurlijk, de ST-3000. Welk gereedschap kan die lantaarnpaal van de weg halen? Snel, supertruc. Oh nee, moet je ze horen toeteren. Raad eens, waarom is Billy zo chagrijnig vandaag? Je hebt gelijk, Billy houdt ervan als alles soepel verloopt. Ja, het is gelukt, supertruc. En net op tijd. Kijk, kom op, draak. Laten we verder gaan. En we zijn terug bij het begin. Wat een mooie parade. Kijk, supertruc. Billy heeft een lach op zijn gezicht. Bedankt voor het redden van de dag, supertruc. Toeter voor supertruc allemaal. Gelukkig werkt de toeter nog wel, Jerry. Fijn Chinees nieuwjaar allemaal. Tot de volgende keer. Wauw, Carl. Ik wist niet dat je dat kon. Ongelooflijk. Oh-oh. Volgens mij heeft iemand een probleem. Ga maar even kijken, Carl. Oh nee, Jerry oefent voor de grote race, maar de racebaan ligt vol met vuilniszakken. Ze zijn vast weggeblazen door de wind. Carl, dit lijkt precies een missie voor Supertruc. Hoi Jerry. Je kijkt bezorgd. Ben je bang dat je niet meer kan oefenen voor de wedstrijd? Dat dacht ik al. Geen zorgen, Supertruc is er voor hulp. Wat is er, Supertruc? Heb je een idee? Een vuilniswagen? Ongelooflijk! Oké, laten we een schoonmaakwedstrijd houden. Drie, twee, één, af! Ah!
Ja, jullie zijn allebei winnaars. Ah, wil je je vrienden vragen om je garage op te ruimen om je bekers te vinden? Supertruc, kan jij helpen? Ja, maar nou. Perfect. Wauw, Jerry. Je had gelijk. Het is een rotzooi. Al je bekers zitten in één van deze dozen. Maar hoe ga je ze allemaal vinden? Gebruik de ST-3000. Een magnetische arm. Natuurlijk. De bekers zijn gemaakt van metaal en die zullen allemaal blijven hangen aan de magneet. Briljant. Kijk, Jerry, we hebben je bekers. Goed gedaan, jongens. Jullie hebben de dag gered. Het is de wedstrijddag. Jerry is heel opgewonden. Supertruc en Gerrit zijn er om hem aan te moedigen. Ja, Jerry wint. Wauw. Supertruc, dat is ongelofelijk. Bedankt, Supertruc. Je hebt alweer een dag gered. Hebben jullie plezier bij de ijscompetitie? Wow, volgens mij heb je last van een brain freeze. Van brain freezes ga je langzamer schaatsen. Haha, Walter, je hebt er erg veel last van. Hé, Carl, volgens mij is er een probleem en moet je even een kijkje gaan nemen. Wow, volgens mij is Billy gehypnotiseerd door de slingerende bal van Deen. Oh nee! Billy is gehypnotiseerd en wil nu de hele stad vernielen. Je moet hem stoppen voordat hij gevaarlijke dingen gaat doen. Deen? Wat is er gebeurd? Zei jij dat hij alles moest verwoesten? Oh, je praatte over je bouwproject. Billy moet hebben gedacht dat jij wilde dat hij de stad moest verwoesten, want hij was gehypnotiseerd. Oké, laten we opruimen en Billy proberen te stoppen. Billy heeft heel veel schade aangericht. Massimo, ben je in orde? Ben je over een banaan uitgegleden? Geen zorgen, Supertruc gaat Billy tegenhouden. Wow, Jerry, kijk uit! Oh nee, volgens mij zit er iemand vast. Walter, ben je in orde? Oh, je pet heeft je beschermd. Dat was vast heel hard. Wat? Gaat Billy richting de krachtkristal?
Supertruc! Hij gaat richting de krachtkristal. Als hij die raakt, dan ligt de hele stad eruit. Inderdaad, Walter. Supertruc moet Billy afremmen. Een brain freeze kan je afremmen, of niet? Natuurlijk! Je kunt je vriestraal gebruiken. Billy, dit is voor je eigen bestwil. Ja! Wauw! Door de brain freeze is hij niet meer gehypnotiseerd. Billy, je was gehypnotiseerd. Supertruc heeft je gered met een brain freeze. Supertruc, het gebeurt weer. Je moet iets doen. Oh, het is een hypnoseshow. Billy is gehypnotiseerd en hij denkt dat Walter een ijsje is. Kijk uit, Walter! Uh-huh. Hey, Supertruc. Help je mee op de bouwplaats? Er is een probleem in Autostad. Ga maar snel kijken wat er aan de hand is. Zo te zien spelen de kleintjes volleybal met Chad. Oh, Chad is toch zo'n lieve boot. Hij gaat achter de bal aan. Hij heeft hoogtevrees. Hij kan niet naar beneden. Inderdaad, je moet hem redden. Hoi kleintjes, Supertruc is er voor hulp. Inderdaad, Chad zit vast op de stenen. Geen zorgen, Supertruc haalt hem veilig naar beneden. Chad, Supertruc is er voor hulp. Chad, je kunt niet naar beneden. Geen tijd om stoer te doen. Ga je transformeren? Cool! Chad, je zult moeten springen. Kleintjes, Chad is een beetje nerveus. Kunnen jullie hem aanmoedigen? Chad is weer terug. Ben je iets vergeten? Natuurlijk, de bal. Dat werkt niet. De grijphaak. Wat een goed idee. Hebbes.
Dat is geen bal. Oh, je hebt iets. Oh, ik houd van Lego. Aha. Mooi kleintje. Veel plezier nog, jongens. Wow! Dat was ongelooflijk! Jullie zijn stuntauto's. Oh, iemand heeft problemen. Ze hebben supertruc nodig. Karin heeft een prachtige chocoladetaart voor Ambers verjaardag gemaakt. Walter wilde hem naar het ziekenhuis brengen, maar het is zo warm dat hij gesmolten is voordat Amber de taart kon zien. Je moet Ambers verjaardagsfeest redden, supertruc. De taart mag niet smelten. Het is ongelooflijk heet vandaag. Kijk, supertruc. Walter laat je zien hoe snel de taart smelt. Hoe ga je de taart naar het ziekenhuis brengen? Yes! Je gaat transformeren, of niet? Een supertrein? Ongelooflijk! Walter, pak de taart en stap in Supertruc's wagon. Het is hier lekker koel. Oké, Supertruc, naar het ziekenhuis. Wat is er, Supertruc? Waarom stop je? Oh nee, ze zijn de rails aan het onderhouden. We moeten via de andere kant. Oh ja, maar nou. Oh nee, Walter is de kaars vergeten. Wat moeten we nu doen? Supertruc, stop! Hij kan je niet horen. Karin, ga binnen door, zodat je Supertruc kan bereiken. Oh nee, Karin, kijk uit! Oh nee. Merl, remmen! Dat werkt niet. Je stopt niet snel genoeg. Gebruik de ST-3000. Kom op! Je remmen zijn oververhit. Je moet ze loslaten. Oh nee. Ja, Karin is veilig. Fijne verjaardag, Amber. Goed idee, Frank. Daar koelen ze wel vanaf. Je hebt de dag gered, Supertruc. Heel erg bedankt.